Arceren is streepjes trekken. En vaak wordt er gedacht dat het iets is dat je nogal gedachteloos kan doen. Terwijl ik eigenlijk vind dat als je concentratie wegvalt, dat dat iets is dat heel zichtbaar is. Ik wou het eventjes hebben over arceren, want het is gemakkelijk om te zeggen, arceer dit maar. Maar hoe begin je daaraan? Hoe doe je dat eigenlijk? Neem eerst een scherp potlood. En ook misschien een gom bij de hand. Ik ga heel eenvoudig beginnen met de opbouw. Het arceren kunnen we gewoon doen door streepjes te trekken. Doe dat altijd op een rustige manier. Ga nooit zomaar heel snel beginnen kribbelen of zo, want dat is eigenlijk niet mooi. En hier trekken we gewoon enkelvoudige streepjes. Je kan streepjes in allerlei richtingen trekken. Maar eigenlijk is het de bedoeling dat je streepjes grijswaardig gaan uitzien, gaan zien als grijswaardig. Dus als die streepjes te veel er als streepjes uitzien, dan stoort dat, dan leidt dat de aandacht af. Probeer ook organische streepjes. Ze hoeven niet allemaal even lang te zijn. Het is wel mooi wanneer ze ongeveer even ver van elkaar liggen. Want als ik ineens verder ga van elkaar ga arceren, dan wijst dat meestal op een verminderende concentratie. En als ik dat daarna ga concentreren door terug dichtbij, dat is niet zo mooi. Dat straalt minder rust uit. Nu, vaak wordt dat niet zo naast elkaar, wordt er gekozen voor kruisarceringen. En in kruisarceringen ga je de streepjes over elkaar gaan zetten. Je gaat proberen om een gelijkmatig effect te hebben of je gaat een gradatie proberen te maken. Opnieuw hier is het niet mooi als het er gaat uitzien als ruitjes. Ruitjes zien er gewoon niet echt uit als grijswaarden en vragen je te veel aandacht. Dus je gaat eigenlijk heel rustig gaan zoeken naar de grijswaarden. Je kan ook heel fijn gaan arceren, weet dat dat veel tijd in beslag neemt. En als je weet dat je die concentratie niet hebt, stamt dat een beetje af op wat je weet over hoe je graag tekent. Het is vaak ook beter om kleine delen te arceren en het rustig te doen, dan om grote delen heel snel te gaan arceren. Dit soort van dingen. Altijd in dezelfde richting, te snel. Dat is gewoon niet mooi eigenlijk. Dat is minder plastisch. Dus dat is iets wat we vaak zien, dat je altijd in dezelfde richting gaat arceren. En dat hoeft helemaal niet. Je lijntjes moeten ook niet altijd recht zijn. Je kan ook, als je een ronding wilt mee weergeven, gebogen lijntjes gaan maken. Arceren op die manier is vrij eenvoudig, maar hoe ga je dat gebruiken in een toepassing? Je zou kunnen beginnen met het invullen van vakjes, of dat hoeven niet eens vakjes te zijn, maar om te zoeken naar bepaalde grijswaarden. Het is altijd veilig om eventjes te onderzoeken op voorhand. En om bijvoorbeeld allemaal stukjes naast elkaar te nemen die verschillen in grijswaarden. Die bijvoorbeeld steeds donkerder worden. Dus enzovoort. Voel je dat je concentratie wegvalt of vermindert, dan kan je ervoor kiezen om even iets anders te gaan doen. Dus je kan het donkerder maken door de lijntjes dichter bij elkaar te doen, of door er nog een laagje overheen te zetten.
Omdat ik rechtshandig ben, is het voor mij makkelijker om altijd van rechts naar links te gaan arceren. Voor mij voelt dat het meest natuurlijke aan. Ik probeer wel om de richting een beetje te gaan variëren. Dus kijk ook wat voor jou het beste voelt. Je kan ook een soort van gradatie gaan maken, hè, van donker naar licht. Als je van rechts naar links arceert, dan zal je merken dat de aanzet altijd een beetje donkerder is. Op zich kan dat geen kwaad. Kijk alleen of het geheel die grijswaarde vormt die je ook wilt hebben. Als ik nu hier donkerder wil, dan ga ik er nog eens overheen. Ik ga een beetje kruisen. Dus kijk ook vooral wat goed voor jou voelt. Het is ook geen exacte wetenschap of zo. Het is niet dat het zus of zo moet. Sarceren is niet moeilijk, maar probeer er wel de nodige concentratie voor te zoeken. Waarbij je dus ziet dat dit deel merkelijk donkerder is dan dit deel. Je kan dat ook in een voorwerp gaan toepassen. Ik ga het niet volledig tonen, maar ik ga misschien een aanzet geven. En ik slijp regelmatig op mijn potlood opnieuw. Dus stel dat je... Dat je een kopje gaat willen arceren. Ik ga alleen de aanzet doen om te tonen. Om een beetje het gevoel weer te geven. Dus het kan helemaal geen kwaad om hier gebogen lijntjes te maken. Integendeel, dat gaat meer volume geven dan wanneer je enkel rechte lijntjes weergeeft. En ik ga dat ook in meerdere richtingen doen. En zo probeer, hier gaat een gradatie komen. Dat gaat hier donkerder zijn dan verder. Het deel gaat heel donker zijn.
Het kan geen kwaad om in een tekening af en toe ook stukjes te kleuren of te gaan doezelen. Doezelen is gewoon het uitvegen. Ja, dus ik zal hier eventjes. Dit is doezelen. Je kan dat doen met een doezelaar, je kan dat doen met een wattenstokje, je kan dat doen met je vingers. Soms zie ik dat te veel in tekeningen en dat maakt dat tekeningen nogal vlak worden. Dus het kan geen kwaad van dat af en toe te doen, maar doe dat ook weer niet te veel. Het is tijdrovend om een heel deel volledig te gaan arceren. En daarom ook misschien minder leuk. En het is nog altijd de bedoeling dat het leuk is wat je doet. Dus heb je niet geduld om dat volledig te gaan arceren, sta je ook toe om stukjes te kleuren. Bijvoorbeeld als ik kijk naar de slagschaduw. Onder het kopje is het heel donker. Dan kan ik gerust zeggen van ik ga dat heel fijn kleuren, dat stukje. Je zal dan ook snel merken dat dat matter is, dat dat vlakker is, dat dat nuance mist een beetje. Maar voor stukjes kan dat ook wel. Zo. Ik ga het hierbij laten voor het voorwerp. Ik denk dat het al, misschien al een beeld geeft van hoe dat je dat kan aanpakken. En dan wou ik ook eventjes op een portret toepassen. Opnieuw een stukje. Veel te breed is. Die ovaal die is ook echt maar indicatief. Schets die altijd heel dun, heel lichtjes, want dat is zeer zelden de exacte vorm van een gezicht. Nu, dit teken ik gewoon heel snel uit het hoofd om een idee te geven. En ik heb er niet te veel tijd aan besteden, want eigenlijk gaat het over arceren. Zo. Oké. Dus ik ga beginnen met het oog te arceren. En je weet eigenlijk, het oog dat is een bol. Het oogwit is een bol en de iris is een stukje. Een schijfje van die bol. Het is dan ook vrij normaal dat je start met een beetje gebogen arceringen. Om die bol ga ik ook een beetje schaduw op aanbrengen. Dan ga ik proberen de richting aan te voelen. Je kan ook voelen aan je eigen gezicht van hoe loopt die huid eigenlijk. Je kan eventjes kijken. Je kan zien ook van waar is het donkerder, waar is het lichter. En op die manier ga je kunnen arceren. En ook hier kan het eigenlijk geen kwaad om af en toe een stukje te doezelen als je dat mooi vindt. Maar ik raad het eigenlijk af om alles
alles te doezelen. Kijk, stel dat ik hier wil, dan kan ik daar wel eventjes over gaan. Maar ik zou dat niet voor alles doen. Ook zou ik, raad ik af om alles in dezelfde richting te arceren. Ik zie dat wel eens in tekeningen. En dat maakt eigenlijk dat het gezicht al bij voorbaat vrij vlak gaat worden. Maar het klopt dat een heel gezicht arceren, dat dat veel werk is. Dat je concentratie zo lang niet zal aanhouden waarschijnlijk. Dus als je zegt van het is wat veel, doe dan alleen de essentie. De ogen, de zone rond de neus, de mond. De zijkant van het gezicht, hier is meestal ook een vrij donker uitgesproken deel. Arceer dat fijn genoeg, zodat het er niet uitziet als baardharen of zo. Nu, voor wie rechtshandig is, is het wel makkelijker om een beetje schuin naar rechtsboven te gaan arceren. Maar doe het niet voortdurend. Bij de mond vangt de bovenlip heel weinig licht, waardoor daar veel schaduw valt. De onderlip vangt meer licht. En onder de lip is eigenlijk een donkere schaduw. Een uitgesproken donkere schaduw. De neusgootje. Ik ga proberen om een beetje de richting waarin de huid loopt te volgen. Vlak onder de kin is een vrij donkere zone. Kijk ook hoe je die wil maken. En nogmaals, het kan geen kwaad om af en toe een deeltje te doezelen. Om af en toe een stukje te kleuren ook. De heel donkere stukken. Die kan je dan ook wel eens kleuren. Maar kijk ook heel goed waar de donkere stukken effectief liggen. Het is niet zo dat het oog, dat het stukje heel donker is of dat de neusgaten per se heel donker zijn. Je moet altijd goed kijken. Zo, ik ga het daarbij laten. Ik denk dat het al een beeld geeft van hoe je met arceringen kan beginnen. Dus heel veel plezier ermee.